Ik ben hier vandaag op Bonaire om de nieuwe gevangenis te openen. Een moderne gevangenis die weer voldoet aan alle internationale eisen. En die plek biedt aan 113 gedetineerden en 10 arrestanten. En daarmee een hele belangrijke bijdrage levert aan een veilig eiland. Justitiële inrichting Caribisch Nederland is een bijzondere inrichting in het Caribisch gebied. Omdat dat eigenlijk op Nederlands grondgebied niet voorkomt. Een inrichting waar alle detentievormen worden uitgevoerd. Wij kwamen van een andere locatie. Die locatie is een aantal keren uitgebreid. De oudbouw, zoals wij dat noemen, is een mix van stenen gebouw en uitgebreid met containers. Op een hele kleine setting. En dat merken wij nu hoe groot het verschil is. Dit is een prachtig mooie locatie met heel veel ruimte. Er wordt hier gewerkt langs de lijnen van wat ze noemen Banpa Cambio. In het Nederlands zou dat zoveel betekenen als laten we gaan voor verandering. Het gaat ervan uit dat naast het uitzitten van je straf je de tijd ook achter de tralies zo goed mogelijk besteedt. Door bijvoorbeeld een taal te leren, de Nederlandse taal leren schrijven. Door te werken. Vak onder de knie te krijgen waar je straks ook buiten de muren wat mee kunt. Waarmee we de kans op herhaling zoveel mogelijk proberen te verkleinen. En met die combinatie van straf, maar ook het werken, actief werken aan resocialisatie, maken we het eiland hier Bonaire veiliger.